In deze video bespreek ik hoe je een berichtje plaatst, een post plaatst op de klasblog. Standaard kom je meestal op deze pagina terecht. Dan hoef je enkel hier rechtsboven te klikken op site bewerken. Goed, als alles geladen is, en die website moet uiteraard nog verder bewerkt worden door deze klas. De leerlingen hebben wel al. Een eerste post gedaan bij wijze van test. Dus deze post hebben nog niet te maken met de taak van godsdienst, voor alle duidelijkheid. Nu, als wij een nieuw berichtje gaan posten, kunnen we rechts onderaan klikken op Nieuw Bericht. En dan krijgen we dit venster. Dus bij Post Title schrijf je hier je titel. En in dit vak kan je verschillende elementen die je hier linksboven ziet staan gaan toevoegen. Nu. De eerste die ga je niet nodig hebben omdat er al een titel staat die je gewoon hoeft in te vullen. Dus deze knop heb je niet nodig om hierin te slepen. Maar deze zeker wel, de knop tekst. Kijk, we slepen hem erin. En dan kan je daar meteen tekst gaan beginnen typen. Ja. Wil je, en dat is toch altijd leuk denk ik bij een post, um, je bericht afsluiten met een afbeelding of een galerij of een diavoorstelling. Je hebt de keuze uit drie. Dan sleep je gewoon dat element ook daarin. En dan kan je meteen ook daarop gaan klikken en een foto gaan uploaden van op je computer. De andere elementen gaan we niet nodig hebben. Uh, behalve misschien deze, maar daar ga ik later eens op terugkomen. Uh, misschien nog leuk om te gebruiken in je post, mocht je eens willen naar een bepaalde, uh, verwijzen liever naar een bepaalde YouTube video. Dan vind je hier de knop om dat te doen. Dus die sleep je erin. Ja. En kijk, dus uiteraard, er is nog geen link ingesteld. Dus zegt hij: de video is niet beschikbaar. Dat is logisch. Maar als je er dan op klikt, dan kan je eigenlijk hier gewoon je URL van de YouTube-video ingeven. En dan gaat die hier meteen ook kunnen afgespeeld worden. Nu, als we klaar zijn. Ik ga even dit element verwijderen. Kijk, als je met de muis erover gaat, vind je rechtsboven altijd een kruisje. Kijk, verwijderen. Goed. Deze laat ik nu even staan. Hè. Um, als je klaar bent, dan kan je ofwel kiezen voor opslaan. Dat wil zeggen dat je er ja, misschien toch nog eens thuis wil naar kijken voor je hem echt gaat posten. Als je zegt van oké, okay, ik ben 100% zeker dat dat hem wordt, dan kan je meteen rechtsboven klikken op plaatsen. Ja. Um, wil je volledig opnieuw beginnen en wil je die post gaan verwijderen, dan kan je op het pijltje klikken en kiezen voor concept wegwerpen. Um, kijk, en dan moet je nogmaals op de rode, klik, op de rode knop klikken liever. Uh, ja, bericht negeren en dan gaat hij dat bericht eigenlijk verwijderen. Ja? Nu, als je post toch al geplaatst is en je wil er alsnog iets aan veranderen, dan kan dat zeker. Hè? Dan kan je gewoon eigenlijk uh, dubbelklikken op jouw berichtje en dan kan je meteen jouw bericht verder gaan bewerken. Voilà. Veel succes.